Leuk om hier zo te spreken bij ja, de Nederlandse beroepsorganisatie voor accountants. Ik vind het leuk. Ik ga het vandaag hebben over hashcash, zeg maar de toekomst in de belastingheffing. En het zal met name zeg maar, gaan achtergrond wat is hashcash en vervolgens zal ik ook ingaan op enige voorbeelden waarvan ik denk dat het een voordeel zou kunnen hebben zeg maar, voor jullie cliënten ook. Korte introductie. Ja, zoals Rutger al aangaf, mijn naam is Esteban van Goor. Ik werk bij Baker McKenzie als BTW-specialist. Daarnaast doe ik ook wel gedeeltelijk gedeelte douane. In die zin, mocht een cliënt zeg maar, douane-aspecten tegenkomen, dan kijk ik vaak mee ook vanuit een BTW-bril. Ik heb veel e-commerce cliënten die ik bedien en binnen de e-commerce uiteraard ook veel bitcoin cliënten. Dus ik heb ja, eigenlijk me verdiept in bitcoin sinds 2013 zo. En toen ben ik gaan kijken van ja, oké, wat zijn dan de fiscale aspecten die spelen bij bitcoin? En dat kan nogal complex zijn. Was leuk en het is nog steeds heel leuk om te doen. Dus vandaar dat ik het ook had opgenomen in mijn PhD. En ik heb nu dus best wel vaak dat ik LinkedIn berichtjes krijg van Bitcoin-bedrijven die dan ja, advies vragen. En het zijn met name internationale bedrijven. Dus ik zie met name groei in vragen vanuit de US. Nou, zoals ik aangaf, kort enkele agendapunten. Ja, hashcash achtergrond zal ik kort bespreken, niet diepgaand. Proof of work, blockchain. Nou, Arnoud is daar al dieper op ingegaan. Ik heb niet de hele presentatie gevolgd. Maar wat ik zo zag, hebben jullie behoorlijk wat bagage meegekregen. Technische bagage, wat goed is. Dus ook daar zal ik niet te diep erop ingaan. Maar met name simpel houden en kijken van ja, hoe zou dit zeg maar uiteindelijk in relatie kunnen komen met eventueel de belastingheffing. En hoe zouden we dit kunnen gebruiken om fraude bijvoorbeeld te bestrijden. En in dat voorbeeld zou ik met name ingaan op een btw-fraude. Die ik ook nog kort zou toelichten. Zo ja, hashcash. Wat is hashcash? Hashcash is een proof-of-work algoritme. Wat eigenlijk ervoor zorgt dat spam voorkomen wordt. Dus wat het eigenlijk doet. Op het moment dat je een e-mail verzendt, zorgt ervoor dat in die e-mail er ook een bepaalde hashingcode ingevoerd wordt. En vervolgens wordt er gekeken van ja, klopt dat? Ik ga er zo dieper op in. De code die is in 1997 gepubliceerd. En die is gebaseerd op de Secure Hashing Code 1. En Secure Hashing Code 1, dat is ontwikkeld door de National Security Agency. Die hebben meerdere hashing codes ontwikkeld. Waarbij ook Secure Hashing Code 2, waar Bitcoin op gebaseerd is. Om precies te zijn SHA-256. SHA-256 is een code die nog niet is gekraakt. Deze code die is in 2005 met succes aangevallen en in 2012, dat was ja, een hashclash project, werd dat genoemd. Dat was de grootste aanval op deze code en nou, ja, dat was met succes gelukt. Ik ga heel kort toch de geschiedenis van de e-mail bespreken. Waarom doe ik dat? Eén, om u mee te nemen zeg maar, in het hele verhaal. We hebben zeg maar, een e-mail, ontwikkeling van het internet, die komen samen. Vervolgens heb je spammers en vervolgens heb je een nieuwe hashingcode die ervoor zorgt om dat spam zeg maar, voorkomen wordt dan wel verminderd wordt. Nou ja, om te kijken van ja, wat is de geschiedenis van het internet, hebben we gekeken van ja, waar komt dat vandaan? Dat is het MIT Computational Center, die in 1965 hun e-mail systeem Mailbox hadden ontwikkeld. Wat deed Mailbox? Mailbox die maakte het mogelijk om binnen MIT met elkaar te kunnen communiceren. Pas in dat jaar is ook zeg maar, de code gepubliceerd. Dus het is een van de codes, of nou, in ieder geval een van de pagina's van het script van het originele Mailbox protocol. Pas in 1972,
is het daadwerkelijk mogelijk gemaakt om een internet te sturen binnen een netwerk van computers. Dat was op basis van het ARPANET-netwerk. En het ARPANET, dat is eigenlijk zeg maar, de basis van het hedendaagse internet, wat het mogelijk maakte om computers met elkaar te laten communiceren. Nou, met de introductie van e-mail en de ontwikkeling van e-mail zagen we ook zeg maar, een groei in iets minder leuke zaken dan spam. Op 3 mei 1978 is eerste spam-e-mail gestuurd. Dat was een e-mail ter promotie van computers die waren ontwikkeld. En de marketing-analyst die daarvoor verantwoordelijk was, die dacht, nou, dat is wel leuk om gewoon allemaal mailtjes te sturen, open huis en kijken wie erop afkomt. Ja, dat is natuurlijk een doorn in het oog geweest. En toen is dus in 1997 de hashcash code gepubliceerd, die er eigenlijk voor zorgt dat elke e-mail toch gecodificeerd wordt. Dus wat gebeurt er? Op het moment dat ik een e-mail stuur, naar Rutger, ik typ in Rutger, komt zijn naam in en de to, daar wordt al zeg maar een hashing code voor gemaakt. Die hashing code op het moment dat ik stuur, de eerste 20 bits, dus de eerste 20 cijfers, moeten 0 zijn voor die verstuurd wordt. Nou, op het moment dat die verstuurd is, hebben we mailserver, DNS-server, Slack dan even over, die communiceren met elkaar. Vervolgens wordt dat gestuurd naar het mailingadres, dat is dan uiteindelijk Rutger. En Rutgers mailadres die gaat uiteindelijk wordt gekeken van communiceert deze code met 1 al bekende, met de 20 eerste cijfers dat het een 0 is. Zeg maar. Mochten de eerste 20 cijfers geen 0 zijn, dan is het dan invalid e-mail en zou die waarschijnlijk in je spambox terechtkomen. Mochten die wel valid zijn, dan wordt er gekeken, wat is dan de datum van deze e-mail? Want die is ook gehashed. En die datum die mag niet meer dan 2 dagen afwijken. Dus als het meer dan 2 dagen is, dan is die ook invalid. En komt die in je spam e-mailbox. Op het moment dat dat valid is, wordt er gekeken van, is deze sender bekend? Dus ben ik bekend bij Rutger in zijn mailbox, ben ik een vertrouwd e-mailadres? Zo nee, komt het ook in je spam. Mochten die 3 allemaal valide zijn, dan is er nog 1 laatste check. En dat is eigenlijk de check op de hashing code als zodanig. Komt die al voor in jouw e-mail? In jouw mailing protocols die zijn opgeslagen? Zo ja, dan wordt het ook als spam aangemerkt. Zo nee, dan ontvang je hem uiteindelijk in je inbox. Het lijkt heel veel, maar die berekeningen die worden uiteraard binnen millisecondes gemaakt. Dus uiteindelijk merk je er vrij weinig van. Een spammer zal het wel merken, omdat op het moment dat je 1 e-mail hebt gestuurd, waarbij de eerste 20 bits 0 zijn en binnen een bepaalde timeframe, als je die meerdere keren stuurt, zal je uiteraard dus geen juiste code hebben, omdat de eerste 20 bits niet zullen matchen. Die zullen wel een ander cijfer bevatten. Dus eigenlijk wat hashcash is, dat is een proof of work algorithm. En waar ik met name op zou ingaan is proof of work, want zo wordt dat zeg maar in Bitcoin genoemd. In Bitcoin is zeg maar in de white paper die in 2008 is gepubliceerd, is ook zeg maar een proof of work algorithm omschreven. En het is een iets complexer algoritme dan hashcash. Maar zoals ik al zei, ik zal daar niet al te veel aandacht aan besteden. Ik denk een bekend plaatje voor jullie. Waarschijnlijk zal Arno dat ook wat meer gedetailleerd hebben besproken. Hier hebben we 2 devices die een Bitcoin wallet hebben. 1 device is het 1.2 Bitcoin naar het andere device. Transactie komt in het Bitcoin netwerk. En die gaat door de hele eigenlijk door het hele Bitcoin protocol heen. Bitcoin protocol, zoals uitgelegd ook door Arnoud, houdt eigenlijk in zeg maar, dat computers transacties valideren. Op het moment dat die gevalideerd is, komt het in een blockchain en is de transactie voltooid. Gemiddeld duurt dat ongeveer 10 minuten.
voordat een transactie gevalideerd is. Wat het leuke is van blockchain, is dat het open source is. Dus je kunt transacties, kun je real life volgen. Ik heb hier een screenshot gemaakt van blockchain.info. Die kun je eigenlijk openzetten en dan kun je de transacties die op dit moment plaatsvinden, die kun je zien. Je kunt kijken naar de waarde in bitcoin, je kunt kijken naar de waarde in euro's. En je kunt ook kijken, ja, wat waren dan de vorige bloks en wat is ongeveer de average time geweest dat die bloks gevormd waren. Wat is de relevantie, zeg maar, van proof of work, dus eigenlijk de blockchain? Je kunt niet een bitcoin twee keer uitgeven. En dat is eigenlijk ook de hele gedachte, zeg maar, achter bitcoin. Het is een supercurrency, zo noem ik het altijd. Een supercurrency houdt eigenlijk in dat je het globaal kunt gebruiken. Je hoeft niet te converten. En het is bestendig tegen fraude. Waarom is dit ontwikkeld? De reden waarom dit is ontwikkeld is omdat je ziet een groei in het internet, maar je ziet niet een groei in de manier van betalen. En de manier van betalen is redelijk fraudegevoelig. Mocht ik iemands creditcardgegevens kunnen achterhalen, dan kan ik die gewoon gebruiken. Ik zag toevallig, twee dagen geleden zag ik een foto op social media en er stond bij de 20 domste twitteraars opgeklikt. En toen zag ik een van de twitteraars die postte een foto van haar nieuwe creditcard. Leuk. Met een mooi plaatje erop. Dat was allemaal heel leuk. Maar heel veel van de twitteraars die vroegen, kun je ook de laatste drie cijfers van de achterkant sturen? Nou, dat heeft de beste mevrouw ook gedaan. waarna ook de vraag werd gesteld door haar, van ja, oké, waarom vraagt iedereen naar die drie cijfers? Nou, een paar dagen zie je daarna een tweet van een paar dagen later dat ze de kaart heeft geblokkeerd en haar nieuwe kaart heeft ontvangen, die ze weer heeft gepost. Een leuke stommiteit. Ik denk dat uiteindelijk wel veel geld heeft gekost, ook zeg maar, voor de creditcardmaatschappij. Omdat ja, uiteindelijk zullen mensen de kaart daadwerkelijk gebruikt hebben. In bitcoin gaat dat niet zo makkelijk. Op het moment dat jij niet in het bezit bent van een private key. En ik vond een hele mooie uitleg van Arnoud hoe die keten eruit zag. Maar op het moment dat je die niet hebt, ga je hem ook niet uitgeven. Op het moment dat ik een private key heb en ik besluit hem uit te geven. Dan heb je dus de transactieketen dat er een public key message gestuurd wordt en vervolgens wordt die gestuurd. Maar op dat moment kan je maar één keer uitgeven. Dus op het moment dat ik hem naar Rutger bijvoorbeeld heb gestuurd, dan is het klaar. Ik kan hem niet terughalen. Het is eigenlijk net als cash. Als ik Rutger nu cash geld geef, 100 euro, ja, dan is het van hem. Het enige verschil met bitcoin is dat als ik het één op één aan hem geef, ik eigenlijk nooit meer kan zeggen dat het mijn eigendom is geweest. En als ik het zou kunnen printen, zou ik het meerdere keren kunnen uitgeven. En in bitcoin kijkt eigenlijk iedereen mee. Het hele netwerk ziet die transactie. En in de blockchain kun je de transactie ook volgen. Dus je kunt de hele historie van een bitcoin zou je kunnen volgen. Zoals gezegd, de blockchain bestaat uit gevalideerde transacties. En die kan eigenlijk alleen ontstaan, zeg maar, door op het moment dat als een transactie gevalideerd is, zit die in de blockchain en dan gaat die er ook niet meer uit. Zoals aangegeven, kunnen nooit meer, eenmaal in de blockchain kun je het niet meer reverse. En wat daar eigenlijk mee bedoeld wordt, is op het moment dat je zo'n transactie gevalideerd hebt, kun je niet nog eens een keer zeggen, nou, we draaien alles om. Of eigenlijk is de transactie helemaal niet naar Rutger geweest, maar is het eigenlijk naar iemand anders. Dat kan niet, zeg maar. Op het moment dat het gevalideerd is, is dat de transactie geweest. En kun je het eigenlijk nooit meer terugdraaien, tenzij je de meerderheid van het netwerk zou hebben. Maar ook dat, op het moment dat er een meerderheid is van het Bitcoin-netwerk in dit geval, is het nog heel lastig om de transacties terug te draaien. Want je zou helemaal terug moeten naar de geschiedenis van die specifieke coin. Dus een blokpuzzel, wat eigenlijk inhoudt is wat Bitcoin doet. Bitcoin is iets anders dan hashcash, want zoals ik hashcash net uitlegde, is het redelijk simpel. Er wordt gebruik gemaakt van één specifieke code die gelinkt is eigenlijk aan de e-mail. Bij Bitcoin
is het iets gecompliceerder, omdat Bitcoin ook gebruik maakt van het vorige blok. Dus het nieuwe blokje maakt ook voor een gedeelte gebruik van de code van het vorige blok. En wat er eigenlijk gebeurt is op het moment dat je transacties hebt en vervolgens de random number guess, dus de cryptographic proof, dus een berekening die gemaakt wordt op het moment dat een computer de berekening juist heeft, dus het getal heeft geraden, wordt het blokje gevalideerd en komt die in de blockchain. En krijgt die nieuwe bitcoins toegewezen. Illustratie van de blockchain, simpel. Onderste blokje is het groene blok, dat is het Genesis blok, het eerste blokje. Vervolgens heb elk zwart blokje daarop volgend is een gevalideerd blok die op elkaar opvolgen. Dus het is een keten van transacties. De blokjes aan de zijkant die grijs-paars lijken, dat zijn eigenlijk de blokjes die niet gebruikt worden. Waar Arnoud het ook over had. Het kan voorkomen dat er twee blokjes zijn gecreëerd die bijna gelijkwaardig zijn. En uiteindelijk ga je met eentje verder en deze wordt niet meer gebruikt. Die hangen er dan naast. Dus die vormen geen onderdeel van de daadwerkelijke blockchain. Nou, waar kun je smart contracting blockchain nog meer voor gebruiken? Dus onder andere voor smart contracting. Ik hoorde net Ethereum al. Ethereum is een leuke ontwikkeling. Kun je echt aanraden om dat op te zoeken. Waarom? Het is een nog veel meer omvattend protocol. Ga ik vanuit. Het is nog niet, de Genesis blok is dus nog niet vrijgegeven. Dat komt waarschijnlijk ergens dit jaar. En wat je met Ethereum zou kunnen doen is smart contracting. Je zou aandelen tokens kunnen maken, dus je kunt bepaalde coins zou je kunnen kleuren. En dan kan je vervolgens een hele bedrijfsketen puur alleen in crypto tokens opzetten. Waarbij winsten en dividendbelasting bijvoorbeeld direct betaald wordt. Winsten direct in dividend uitgekeerd worden aan de bezitters van die tokens. Domeinnaamregistratie is ook mogelijk. Dan heb je Namecoin. Dat is ook iets een protocol welke is ontwikkeld. Welke punt BIT, zeg maar, domeinnamen waarbij je die kunt registreren. Los van het ICANN-netwerk. Een ICANN, dat is het overkoepelende orgaan voor registratie van domeinnamen. En bescherming van intellectuele eigendom. Ik heb wel eens met de ontwikkelaar van Ethereum gesproken, Vitalik. En hele aardige, hele slimme jongen, 19 jaar. Enorm slim. En ik vond het heel leuk, zeg maar, om te horen waar ze mee bezig waren. En met name het smart contracting en bescherming van IP vond ik zelf altijd heel interessant. Omdat wat er eigenlijk gedaan wordt, is je maakt eigenlijk gebruik van een timestamp. En een timestamp is eigenlijk vergelijkbaar met een proof of work. Het is het bewijs dat iets zich heeft voorgedaan op een bepaald moment in de tijd. Ik denk bijvoorbeeld dat Eduardo Sabin, een van de co-founders van Facebook, daar heel blij mee geweest zou zijn in het verleden toen hij getekend had voor Facebook. Zijn 30% aandeelbelang had hij dan waarschijnlijk nog wel gehad, omdat hij kon bewijzen dat het van hem was. En vervolgens, op het moment dat besloten werd om zijn aandelen te verwateren, zou dat voorkomen kunnen worden, omdat hij toch wel, denk ik, een beter inzicht zou hebben gehad op zijn deel van de aandelen. Plus had hij een crypto token gehad die je niet zomaar kunt omzetten aan de hand van papieren. Bij smart contracting vind ik bijvoorbeeld een mooi voorbeeld. Op het moment dat een bank een lening uitgeeft, kan daar soms nog wel eens van afgeweken worden. In die zin, op het moment dat iemand niet betaalt, wordt een deurwaarder, kan een deurwaarder ingeroepen worden. Maar het is uiteindelijk allemaal menselijk handelen. Een betaling kan heel lang uitgesteld worden. Je kunnen betalingsafspraken gemaakt worden. Bij smart contracting kan het zo zijn dat je een harde afspraak maakt. Dus stel, je leent geld voor het kopen van een auto. En de betaling wordt niet gedaan. In plaats van dat je iemand erop afstuurt om de auto in te vorderen, kun je ook een computer in de auto plaatsen die gelinkt is aan dit. En vervolgens de auto uit laten schakelen op het moment dat er niet betaald wordt. Waarbij ook gelijk de locatie vrijgegeven wordt. Dat is niet mijn eigen voorbeeld. Dat was een voorbeeld die Vitalik gaf toen ik een keertje met hem over Ethereum had gesproken. Ja, dan nu belastingen. Proof of work en belastingen een match. Ik
wat ik al zei, ik ga het met name hebben over een specifieke BTW-fraude. Een BTW-fraude die enorme impact heeft. Het is een onzichtbare fraude. Laatste jaar wordt er iets meer over gepubliceerd. Maar wat je ziet is dat het redelijk ongrijpbaar is. En dat is best zonde, want naar mijn mening is het ongrijpbaar op basis van wetgeving. Maar niet op basis van de technologie die we hebben. Zoals je ziet, deze fraude bestaat al enige tijd. En het kost ongeveer de Europese Unie iets van 100 miljard per jaar. En dat is nogal wat. 100 miljard per jaar wat aan deze BTW-fraude gemist wordt. En ik heb in mijn hoedanigheid als adviseur voor een ander kantoor wel eens cliënten gehad die geacht betrokken te zijn geweest bij zo'n fraude. Dat was niet zo. Dat was een partij die in de transactieketen zat. En die dus eigenlijk niet kon bewijzen dat ze geen onderdeel zouden uitmaken van de fraude. En waaraan ik zit te denken op het moment van fraude, en met name BTW. BTW gaat om facturatie en een betaling. Een factuur is eigenlijk geld waard. Op het moment dat ik een factuur heb, kan ik de BTW terugvragen bij de Belastingdienst. Als ik BTW heb betaald. En degene aan wie ik de BTW heb betaald, die moet die BTW afdragen aan de Belastingdienst. Dus er zit een kwestie van vertrouwen in. Wat best gek is, omdat je vaak een mismatch hebt. En deze fraude die maakt gebruik van die mismatch. Ik zal die zo iets uitgebreider bespreken. Maar waar ik zo met name op zou focussen is dat er een koppeling gemaakt kan worden tussen de betaling van BTW aan de ene kant. Dus ik betaal Rutger. En Rutger die wil die BTW misschien al dan niet afdragen aan de belasting. Misschien doet hij dat niet. Als hij de fraudeur is, doet hij dat uiteraard niet. En ik als ondernemer die de BTW heeft betaald, die wil die BTW ook weer kunnen aftrekken. Maar als dat niet kan, omdat ik geacht word onderdeel uitgemaakt te hebben van bijvoorbeeld een fraudeleuze transactie, dan kan ik die BTW niet in aftrek brengen. Wat weer ten koste gaat van mijn rechtszekerheid. Nou, een praktijkvoorbeeld van deze specifieke fraude, zo'n carouselfraude. Ploffer A. Ploffer A is gevestigd in Nederland en verkoopt goederen, dus die levert goederen aan koper B. Koper B is Bonafide, die heeft niets met de fraude te maken, die koopt goederen aan en die betaalt netjes zijn 19% Nederlandse BTW aan ploffer A. Koper B die is aftrekgerecht, dus die kan de BTW die hij betaald heeft weer in aftrek brengen aan de hand van een juiste factuur. Dus op het moment dat hij een juiste factuur heeft, kan hij naar de Belastingdienst BTW terugvragen. Ploffer A betaalt die BTW niet. Koper B die levert vervolgens goederen aan ploffer C. Ploffer C die is niet in Nederland gevestigd, die is in Duitsland gevestigd. In de BTW wordt een dergelijke levering aangemerkt als een intracommunitaire levering. Waarop geen BTW verschuldigd is, althans een 0% tarief is van toepassing op op een dergelijke levering. Dus geen daadwerkelijke BTW-betaling. Betaling van de ICL, dus de intercommunitaire levering door ploffer C aan koper B, is dus met 0% BTW. Ploffer C die verkoopt vervolgens de goederen aan koper D. En koper D is ook gevestigd in dit geval dan in Duitsland, omdat de goederen zich daar op dat moment bevinden. En ook daar betaalt koper D 19% Duitse BTW. Ploffer C ontvangt die BTW, draagt die niet af. Koper D trekt de BTW af, omdat hij weer een juiste factuur heeft, naar de Belastingdienst gaat en die een aftrek brengt. Nou, koper D op zijn, on his turn, verkoopt de goederen aan ploffer A. Wederom, intracommunitair, goederen gaan fysiek van Duitsland naar Nederland. 0% BTW. En vervolgens verdwijnen ploffer A en ploffer C met de BTW die was voldaan. Dus ik moet hem eigenlijk even terug. met de BTW die was voldaan. Dus zoals ik aangaf, ploffer A en ploffer C dragen de BTW niet af.
die houden de BTW en die verdwijnen na enkele maanden. Dus wat er vaak gebeurt is, Belastingdienst heeft gewoon niet tijdig door dat het gaat om een ploffer. BTW wordt niet afgedragen en na 1-2 maanden verdwijnen ze van toneel. En ja, is de eigenlijk te veel betaalde BTW, dus extra 21% marge in dit geval, de winst van de ploffers. Hoe ik het zelf voor me zie in een ideale wereld, hoe blockchain technologie proof of work onderdeel zou kunnen uitmaken van de belastingheffing om zo'n fraude te kunnen voorkomen, is eigenlijk op de volgende manier. Je zou in eerste instantie een split payment kunnen toepassen op de betaling van het geld. Wat is de vergoeding die ik in dit geval aan Rutger betaal. Aan de ene kant betaal ik een vergoeding net en aan de andere kant betaal ik een deel BTW. Die BTW die betaal ik aan Rutger. Stel dat hij malafide is en er vandoor gaat, ja, ik kan er weinig aan doen. Als ik er niet vanaf wist, dan heb ik alsnog recht op aftrek en is de Belastingdienst in principe gedupeerd. Maar op het moment dat je een split zou kunnen maken, betekent dat dus eigenlijk dat de Belastingdienst al het BTW-bedrag direct ontvangt. Met bijvoorbeeld Bitcoin zou dat kunnen. Je zou een kleurtje kunnen aanbrengen aan de Bitcoin en die zou gelinkt kunnen worden aan een betaling van de Belastingdienst. Je zou hem eigenlijk direct kunnen splitsen. Het voordeel daarvan zou zijn dat het eigenlijk niet meer gunstig is, zeg maar, voor ploffer A om een dergelijke fraude op te zetten. Waarom? Hij ontvangt toch geen BTW, hij ontvangt gewoon het netto bedrag, ex-BTW. En verder, zoals ik zojuist aangaf, op het moment dat je BTW in aftrek brengt, zou het kunnen als je een juiste factuur hebt. Nou, dat is allemaal prima, maar dat is niet gekoppeld, heel vreemd, aan de betaling. Dus de belasting, het kan best zijn dat ik een factuur ontvang, direct in aftrek breng binnen dat tijdvak, maar dat er geen betaling plaatsvindt. En dan komt de Belastingdienst pas later achter, of misschien niet achter, enkele jaren later pas achter. Als je dat direct aan elkaar kunt koppelen, zou het eigenlijk betekenen dat op het moment dat we een split in de payment hebben, dus de BTW die is netjes afgedragen bij de Belastingdienst, ik dan vervolgens ook zeg maar mijn recht op aftrek kan uiten en daadwerkelijk de BTW op kosten kan terugvragen. Het zou gelijk zijn zeg maar, voor de transacties voor C&D in Duitsland. Wat dus eigenlijk inhoudt dat je een gesloten systeem hebt. Je hebt 1 een betaling aan de Belastingdienst direct. En 2 is de aftrek van BTW gekoppeld aan de betaling. Dus heeft de Belastingdienst in ieder geval zekerheid dat het daadwerkelijk is afgedragen. En hebben partijen ook meer rechtszekerheid. Omdat ze zeker weten dat de BTW is afgedragen. En op het moment dat ze een juiste factuur hebben, weet ze ook zeker dat ze die BTW weer in aftrek kunnen brengen, mits ze aftrekgerechtigd zijn voor de BTW. Een ander ding, op het moment, dat zult u waarschijnlijk wel zien bij cliënten die jullie hebben, op het moment dat een cliënt internationaal handelt, en met name binnen de Europese Unie, zullen ze veelal intercommunitaire transacties hebben van goederen. En het is allemaal heel leuk dat er geen BTW op wordt berekend, maar eigenlijk is dat een uitzondering op de hoofdregel. En die uitzondering die mag alleen worden toegepast op het moment dat goederen daadwerkelijk worden geleverd aan iemand, dus dat een beschikkingsmacht overgaat. En 2, op het moment dat de goederen ook daadwerkelijk verzonden, vervoerd worden en fysiek de lidstaat verlaten. Dus wat eigenlijk inhoudt, een belastingplichtige die goederen intercommunitair levert, die moet kunnen aantonen dat die goederen fysiek de lidstaat van vertrek hebben verlaten. En dat levert vaak problemen op. Er is best wel wat rechtspraak geweest, ook in het kader van een carouselfraude, maar ook in het kader van normale intercommunitaire leveringen die niets met fraude te maken hebben. Hoe dit moet aangetoond worden? Wat voor documentatie heb je nodig? Is het wel juiste documentatie? Wat als iemand jouw valse documentatie heeft verstrekt en jij er eigenlijk vanuit bent gegaan dat het juist was en een 0% tarief hebt toegepast, terwijl het misschien niet toegepast had mogen worden. Nou, ook daar denk ik zeg maar dat blockchain technologie, mits natuurlijk verder ontwikkeld, ook van toepassing zou kunnen zijn. Waarom? Je zou transacties kunnen tracken. Dus als je iets zou kunnen inscannen en daadwerkelijk zou kunnen vaststellen, oké, op dit moment is timestamp de goederen in zijn nu in Nederland. En vervolgens op het moment van aankomst in Duitsland
maak je weer een scan en wordt het eigenlijk daar ook daar weer getimestampt en in de transactieketen opgenomen dat die goederen zich daar bevinden. Dan heb je ook een heel hard bewijsstuk eigenlijk, los van papieren stukken die je heel makkelijk kunt vervalsen. Een CMR-vrachtbrief, die kun je makkelijk vervalsen. Heel veel papieren die eigenlijk gevraagd worden door de Belastingdienst om dit te onderbouwen, zijn heel makkelijk te vervalsen. Wat weer zorgt voor rechtsonzekerheid in het geval van een dispuut. Ja, een dergelijke koppeling zou je ook kunnen maken als een douaneregeling van toepassing is. Op het moment dat goederen ingevoerd worden, kun je ze onder de douaneregeling brengen. Dus, dan zijn ze nog niet in het vrije verkeer gebracht. Hoeft er ook nog geen custom duties betaald te worden. Alleen op het moment dat ze uit de douaneregeling gehaald worden, dan is dat weer wel het geval. Maar je moet wel kunnen vaststellen waar de goederen zijn. En je moet ook kunnen vaststellen op het moment ze eigenlijk de douaneregeling verlaten. Dat zou je ook aan de hand van dit soort technologie kunnen vaststellen. Automatische inning van dividendbelasting. Stel dus dat je de crypto tokens gebruikt hebt om aandelen te verdelen binnen de bedrijfsstructuur. Dan wordt er automatisch dividend uitbetaald. Maar je zou ook automatisch dividendbelasting kunnen uitbetalen aan de Belastingdienst. Waardoor het wederom geautomatiseerd is en wederom het eigenlijk een aangifte en ook compliance lastenverlaging is voor degene die moet betalen. Want vaak is het aangeven van dividendbelasting en het betalen van dividendbelasting, dat gebeurt op een bepaald tijdstip. Daar zit een gap in. En die gap, dat kan er ook voor zorgen dat iemand wellicht weer verdwijnt met de gelden. Op het moment dat je dit op deze manier doet, is het automatisch gedaan, waardoor je ook zekerheid hebt dat er uitbetaald is. Ja, een privé-kilometer auto van de zaak. Dat is vaak een discussiepunt. Auto van de zaak, soms hoor je wel eens dat de Belastingdienst bij de grens staat om te controleren van zijn deze deze auto's geregistreerd als auto van de zaak en gaan ze vervolgens in je kilometeradministratie kijken van klopt dat? Heeft deze auto misschien een boete gehad in Groningen terwijl in de kilometeradministratie staat dat deze auto in Maastricht was? Ook daar kan je een koppeling maken en zou je dus veel makkelijker kunnen onderbouwen wat jouw privékilometers waren en je zakelijke kilometers. Wederom vastgelegd in een ledger die openbaar is en die niet, waar je niet aan kunt twisten. Je kunt de informatie die in een dergelijke ledger is opgeslagen dus niet meer aanpassen. Pardon? Hoe wil je dat soort informatie afbreken? Dat die toevoegen wordt aan je blockchain. Ja, nou, dat zou je hoe je dat zou kunnen afdwingen is één, wat ik net bijvoorbeeld als voorbeeld gaf, dat smart contracting. Je zou ook een device in een auto kunnen plaatsen. Dus even specifiek op de privékilometers auto. Die zou je kunnen koppelen. En op het moment dat je daarmee vaststelt waar een auto allemaal is geweest, kun je het ook weer koppelen aan een administratie. Dus je kunt een auto tracken en je stelt vast waar die daadwerkelijk is geweest. En dan kun je dus eigenlijk niet meer ervan afwijken. Ja, en of het privé zakelijk is, dat ga je niet vast kunnen stellen aan de hand daarvan. Maar je kunt wel vaststellen waar die is geweest. Dus Het is minder aantrekkelijk om een auto die je zakelijk geëtiketteerd hebt in privé te gebruiken. Want eigenlijk wat je wil is, ik heb wel eens gezien dat iemand een Porsche zakelijk heeft geëtiketteerd en die Porsche vervolgens op een circuit in Duitsland in de prak heeft gereden. Ja, dat was niet zakelijk. En dat had hij ook in zijn administratie niet als zakelijk meegenomen. Op het moment dat je dat wel koppelt, heb je in ieder geval dat wel helder. Dat soort geintjes niet echt voorkomen. Wat wil zeggen, dat je uit je boekhouder houdt. Als je het buitenland nu, kan je ook uit je blockchain halen. Uiteraard. Tot op zekere hoogte. Tuurlijk kun je bepaalde, als je dat zou willen, zou je bepaalde zaken uit je blockchain kunnen houden.
maar bepaalde andere zaken waar je geen invloed op hebt. Dus met name, zeg maar, vind ik bijvoorbeeld BTW. Wat Rutger net aangaf, ik zou het liefst gewoon een factuur ontvangen waar enige hashingcode is gebruikt. Ja, daar ga je niet meer aan, daar ga je niks meer aan kunnen veranderen. Zo'n privé-kilometer auto, ja, dat is peanuts in vergelijking tot een 100 miljard BTW-fraude binnen de Europese Unie. 100 miljard zou Griekenland voor een deel mee geholpen zijn. En zeg maar, ik denk in dat soort situaties, daar ga je niets aan kunnen veranderen. Op het moment dat ik een factuur stuur waar een hashingcode gebruikt wordt naar Rutger, en Rutger ontvangt die, betaalt mij netjes. Wederom met een split payment system. Alles kan via die hashingcode. De BTW is betaald. Ik kan de BTW pas aftrekken op het moment dat de BTW is betaald aan de Belastingdienst. En we hebben een juiste factuur. Ja, dan is het rond. En daar kan ik niks aan veranderen. Ik kan dat niet. Ik kan niet zeggen, ja, nee, ik heb die factuur nooit gestuurd. En Rutger kan ook niet zeggen, nee, ik heb die factuur nooit ontvangen. Het zit erin. Het zit in die ledger. En ja, natuurlijk, sommige dingen, wat ik ook al aangaf, zoals de privé-kilometer auto's, ja. Het is een hypothese. Je kunt daarmee trekken waar is hij geweest. Dat stel je vast. Maar ja, als iemand toch liever iets anders invult, ja, dat kan. Maar je moet kijken in welke context je het wil plaatsen. En ik denk dat voor bepaalde transacties kan dit wel daadwerkelijk echt voordelen opleveren. En ja, eigenlijk, ik denk dat mijn... Dat ik over mijn tijd heen ben. Ik hoop in ieder geval, zeg maar, dat deze technologie verder ontwikkeld wordt. En ik denk ook wel dat we, zowel de accountants, maar ik ook als belastingadviseur, moeten erover nadenken, ja, wat gaat dit ons in de toekomst brengen? Het is niet alleen maar Bitcoin, het is niet alleen maar e-money. Het is meer dan dat. Je hebt smart contracting, ja, leuk. Maar dat zou een notaris eventueel kunnen vervangen, bij wijze van spreken. En ik denk dat wij er ook over moeten nadenken. Ja, hoe kunnen we dit gebruiken? En wat zou het effect op ons hebben, ook binnen het vakgebied? Dank u wel voor uw aandacht in ieder geval.